waar je 's nachts voor terugkomt. Saskia, waarom kom jij voor dit werk terug? Voor deze twee moet ik eigenlijk zeggen. Die rechter, dat is een winterlandschap en de linker is een voorjaarsnacht. Mm-hmm. Maar ja, eigenlijk zie je abstracte schilderijen die bestaan uit, met name die rechter, uit een grote sprankeling van kleurvlakjes. En waarom vind jij dit zo waanzinnig? Waarom is dit voor jou persoonlijk van belang? Ja, wat Edgar Fernaert eigenlijk doet, is helemaal zo'n landschap helemaal verwerken. Als je naar een landschap kijkt en je bent 's avonds, kom je terug of je herinnert je het landschap, dan is het heel vaak zo dat je niet allerlei details herinnert. Het zijn een soort nabeelden van zo'n dag of van een landschap. Ah ja, nabeelden. Dus iets wat blijft hangen, iets een vage herinnering eigenlijk. Ja, precies. Want dit is een winterlandschap. Hè? En als je je voorstelt dat je de hele dat je op een winterdag gewandeld hebt met sneeuw, hè, want dat is duidelijk, en je herinnert je dat, dan voel je dat als het ware. Dus eigenlijk wat mensen hebben als je een dag verwerkt, je doet je ogen dicht en tegen je oogleden aangeprojecteerd zie je nog die belevenis. Dat heeft hij in een doek gevangen. Ja, dat heeft hij in een doek gevangen. En ja, niet de details, maar juist de sfeer en het gevoel daarbij. Ik hou eigenlijk helemaal niet van de winter, maar wel als het gesneeuwd heeft en als het heel mooi helder licht is. En dat vind ik ook echt zo mooi. Dat vind ik persoonlijk heel erg mooi, dat helder, fijn, sprankelend licht. Dat past bij mij. Je bent ook sprankelend en helder. Nou, dat wou ik niet zeggen, maar ik hou wel van sprankelend helder licht.